de mensen werden slaven van die West-Europeanen in de Amerika's. En eigenlijk zou het niet kunnen. Hè? Want die West-Europese volkeren waren allemaal christelijke volkeren. En slavernij, deze zou dus niet passen in hun, in dat, bij dat christelijk principe. Het was niet verenigbaar met het principe van het christendom, wat is naastenliefde. En daarom heeft men, daar heeft men een goede oplossing voor gevonden. En gezegd, ja, maar die zwarte, die Afrikaan, die neger, het is je naaste niet. Het kan nooit je naaste zijn, want een neger is geen mens. Hè? En dus je hoeft hem ook niet als je naaste te behandelen. En om dat te bewijzen, zijn van de neger, van de zwarte mens, een heleboel menselijke eigenschappen van hem afgenomen. Ach, men vertelde, hij heeft geen intelligentie. Hij kan nooit denken, ja, hij kan kunstjes leren, maar meer niet. Net als een hond. Hè? Hij heeft geen emoties. Hè? Hij heeft geen hogere gevoelens. Hij kan nooit het verschil kennen tussen de, goed en kwaad. Hij heeft geen geweten. Al die exacte, typische menselijke eigenschappen, die werden van hem afgepakt. En hij werd ontmenselijkt. Hè? En dat is dat grote verschil met andere vormen van slavernij die er ooit eerder al waren. De zwarte mens, de zwarte, was geen mens meer. En hij werd slaaf van witte, omdat hij zwart was. Nou, gedurende die hele koloniale periode zijn er slaven, gestolen en geroofde Afrikanen zijn vervoerd naar de Amerika's om te gaan werken op de plantages. Je kon ze gerust alle dingen met ze doen, want ze waren geen mensen. En ze voelden niet. Bij de slaventransporten, dus vanuit Afrika zijn ze vervoerd naar de Amerika's, echt niet alleen Suriname, maar vooral naar Zuid-Amerika, het noorden van Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en het zuiden van de Verenigde Staten nu. De overtocht, dat is op zichzelf een hele geschiedenis. Daar gaan we niet over hebben nu. Maar we gaan het hebben vooral over Suriname als kolonie. Suriname is begonnen doordat Engelsman Suriname in bezit heeft genomen voor de Engelse koning. Mag ik het volgende plaatje? Lord Willoughby. Lord Willoughby, graaf van Parham, die heeft Suriname in bezit genomen voor de Engelse koning. En hij kwam van Barbados. Hij vond hier uitstekend geschikt om plantageproducten te verbouwen, vooral suiker. De West-Europeaan had suiker nodig. Suiker was een luxe product, dus als ze suiker konden hebben, was dat fantastisch. En hij is naar hier gekomen, hij heeft het gebied in bezit genomen. Hij is teruggegaan naar Barbados en is met suikerplanters teruggekomen, want er waren al Engelse suikerplantages op Barbados. Maar ja, Barbados is een klein eiland, dus ze hadden veel meer land nodig. En die zijn naar hier gekomen. Ze hebben suikerplantages begonnen. Ze zijn gekomen met slaven. Met slaven. Want Holland deed toen nog niet mee met de slavenhandel eigenlijk. Hè? Ze zijn gekomen met slaven. Ze hadden binnen korte tijd hadden ze 50 suikerplantages. Ondertussen heeft de Engelse koning het land gegeven aan Lord Willoughby. Het zou dan ook heten Willoughby Land. Maar toen Willoughby naar Barbados is gegaan om nog meer plantage-eigenaren te halen, toen is hij doodgegaan op Barbados. En
Ondertussen, we zijn dan al in 1667, ondertussen was er de Tweede Engelse Oorlog tussen Engeland en de Zeven Verenigde Provinciën. En de provincie Zeeland heeft deze Engelse kolonie veroverd van de Nederlanders, van de Engelsen. En ja, en toen is Suriname veroverd dus door de Zeeuwen. De Zeeuwen dachten dat ze meteen rijk zouden zijn. Mag ik het volgende plaatje? De Zeeuwen dachten dat ze meteen rijk zouden zijn. Dat waren ze niet meteen. Hè? Maar dat wilden ze wel. Ze wilden geld. En toen hebben ze het verkocht. Want dat wilden ze eigenlijk. Ze wilden rijk zijn. En aan wie hebben ze het verkocht? Aan de stad Amsterdam. Aan de West-Indische Compagnie. En een hele rijke Zeeuwse familie. De familie van Aarsen van Sommersdijk. En meneer van Aarsen van Sommersdijk is toen zelf naar Suriname gekomen. Want hij zou dat land besturen. Hij was toch groot aandeelhouder. Hij had een derde. He? Maar ja, binnen de kortste keren hebben zijn eigen soldaten hem vermoord. En hij, toen heeft zijn weduwe haar een derde aandeel ook verkocht aan Amsterdam. En vanaf toen was Suriname dus in handen van Amsterdam voor twee derde deel. En een derde deel van de West-Indische Compagnie. En dat is nog een hele tijd zo doorgegaan. Samen heten ze de geoctrooieerde Sociëteit van Suriname. Twee derde Amsterdam. Dus nu begrijpt u waarom alle Surinamers denken dat Amsterdam van hun is. Ja? Nou. Vanaf Suriname er was, is Holland heel erg gaan meedoen aan de slavenhandel. Aan slaventransport. Ik moet niet zeggen Holland, want het was niet heel Holland. Dat slavernij, slavenhandel, was een business. Hè? Slavenhandelmaatschappijen zijn opgericht. Een hele bekende was de Middelburgse Commercie Compagnie. En het slaventransport, dat was gewone handel. De Hollandse, eigenlijk had de West-Indische Compagnie had het monopolie. Eigenlijk mochten zij alleen slaven vervoeren van Afrika naar de Amerika's. Maar ze konden niet voldoen aan de vraag. En daarom mochten andere schepen ook meedoen. Andere maatschappijen ook meedoen. Nou, die slavenhandel en slaventransport, dat is een uitgebreid hoofdstuk op zichzelf. En daar gaan we niet te lang over praten, maar dat was het meest verschrikkelijke en het meest mensonterende wat iemand kon meemaken. Ja, op de Hollandse slavenschepen waren verschrikkelijk klein, 23 meter lang, 5 meter breed. Ja, en toch vervoerden ze 300 tot 400 slaven in hun ruim. Ja, er waren vloeren die hooguit 80 centimeter tot een meter op de afstand van elkaar waren. Dus je kon nauwelijks zitten. Voor elke persoon was er 27 centimeter. Helemaal als sardientjes in een blik. Zo werden ze ingeladen. Nou, ze werden op het schip, kregen ze twee keer per dag eten en werden ze gelucht. Maar het was het meest verschrikkelijke wat er was. En vreselijk benauwd. Maar goed, ik kan niet te lang over slavenhandel praten, want dat brengt ons te ver. Maar echt als sardines in een blik nog erger. En op de Hollandse slavenschepen ging er zeker 20-30% dood. Aan allerlei ziektes, maar vooral ook door benauwdheid, door slechte voeding en de manier waarop ze vervoerd werden. Toch moet het nog een lucratieve business geweest zijn, want de mensen verdienden eraan. Anders waren ze wel gestopt. Maar goed. Holland, luistert u goed wat ik nu zeg. Holland is niet de grootste slavenhaler geweest van de wereld. Vanaf de slavernij is gekomen, dus omstreeks 1500, tot de afschaffing van de slavernij,
in 1863 zijn er Afrikanen vervoerd naar de Amerika's. Holland is dus gaan meedoen, echt heel erg gaan meedoen, vanaf de West-Indische Compagnie, er was 1621, maar echt gaan meedoen, ongeveer 1665, 1667, toen Suriname er was. Holland heeft eigenlijk maar 5% van alle Afrikanen die zijn gestolen en geroofd en gebracht naar de Amerika's. Men heeft uitgerekend dat dat tussen de 12 en de 20 miljoen is geweest. Daarvan heeft Holland gedaan 5%, 600.000. Nou ja, wie denk je dat die andere 95% dan gedaan heeft? Natuurlijk, de Engelsen. Want die hadden overal koloniën. En die hadden ook, die brachten slaven. De Fransen, maar als eerste natuurlijk de Spanjaarden en de Portugezen. Die zijn hiermee begonnen. Spanjaarden, Portugezen, Engelsen, Fransen. En een hele grote slavenhandelaar en slaventransporteur, waar niemand meer over praat, maar die toch wel een hele grote was, dat was Denemarken. Denemarken, ja. De Denen, op de Hollandse schepen werden 300 tot 400 vervoerd, maar de Denen bouwden grote schepen. En die konden in één keer 900 tot 1200 vervoeren. Ja? Waarom weet niemand meer? Waarom praat nooit meer iemand over Denemarken? Waarom horen we nooit iets over Denemarken als slavenhandelaar? Ze zijn gestopt in 1820, toen de slavenhandel is gestopt, is verboden. Toen zijn ze gestopt. En toen hebben ze ook hun kolonie, wat nu Virgin Islands is, hebben ze verkocht naar Amerika. Dus, en daarna heeft nooit meer iemand over Denemarken gesproken. Ik denk niet dat de kinderen in Denemarken op school leren dat hun land een grote slavenhandelaar was en slavenkoloniën erop nahield. Maar goed, Holland heeft dus, op Hollandse schepen zijn er in totaal 600.000 vervoerd. Van die 600.000 zijn 300.000 in Suriname terechtgekomen. 300.000 zijn naar Suriname vervoerd. Want alle slaven die voor Suriname bestemd waren, kwamen rechtstreeks naar Suriname. Het is niet zo dat de slaven eerst naar Curaçao gingen, hoor. Nee, dat is een misvatting. Holland had op Curaçao wel een slavendepot, maar dat was niet voor de slaven die naar Suriname kwamen. De slaven die voor Suriname bestemd waren, kwamen rechtstreeks van Afrika naar Suriname. Logisch, Curaçao is 3 weken verder varen. Die slaven die uit dat slavendepot op Curaçao waren, die daar terechtkwamen, die waren voor het Caribisch gebied bestemd. En Holland heeft ook slaven gebracht naar Amerika, naar het zuiden van de Verenigde Staten. Hè? Van die 600.000 die Holland heeft vervoerd, zijn 300.000 in Suriname terechtgekomen. In het hele zuiden van de Verenigde Staten, waar slavernij was, hè, wat nu de staten zijn als Mississippi en North Carolina en Louisiana en zo. In dat hele zuiden van de Verenigde Staten zijn er ook 300.000 gebracht in die 200 jaar. Maar op het eind van de slavernij, toen dus de slavernij werd afgeschaft, was het aantal van 300.000 in de Verenigde Staten gegroeid en was geworden 1 miljoen. Maar in Suriname, in dit kleine Suriname, waar evenveel slaven zijn terechtgekomen als in het hele zuiden van de Verenigde Staten, was het aantal van 300.000 geworden slechts 33.000. Er was maar 10% over. En dan gaat u zeggen, hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? De Hollanders en de plantage-eigenaren in Suriname hadden wereldwijd de naam dat ze de meest wreeddadige slavenmeesters waren. En de meest verschrikkelijke slavenmeesters waren.
Of dat zo was, weet ik niet. Maar ik weet wel dat als een slaaf zich misdroeg op Barbados, dan hoefde die meester of die eigenaar hoefde alleen maar te zeggen, ik verkoop je aan Suriname. En dan ging hij weer braaf doen wat de meester had gezegd, want Suriname was het meest verschrikkelijke wat je kon overkomen. Nou, in Suriname, dus slavernij in Suriname. In Suriname, Suriname was dus van de geoctrooieerde sociëteit van Suriname, Amsterdam en de West-Indische Compagnie. Vanaf ze het hadden, dat gebied, hebben ze echt geweldig reclame gemaakt van mensen. Ga naar dat land en word plantage-eigenaar, hè? Het zal te goed gaan. Nou, er zijn kolonisten gekomen om plantages te beginnen. Maar ja, wie waren die kolonisten die kwamen in het begin? Ja, allerlei schorrimorri hoor. Mensen die op de loop waren voor de politie in Holland of in Vlaanderen, hè, of in Duitsland, dat soort mensen. Ontsnapte gevangenen, dat soort mensen kwamen naar Suriname. Het zwarte schaap van de familie, hè? Heel veel mannen alleen. In Suriname, slaven die hier waren aangekomen, slaven konden vluchten, konden weglopen. Waarom? Het was makkelijk naar verhouding. Er zijn in Suriname heel veel slaven weggelopen. Waarom? De kolonie, Holland, heeft de kolonie overgenomen. Maar, of de, ik moet zeggen, de geoctrooieerde sociëteit van Suriname heeft de kolonie genomen. Ze waren eigenaren van de kolonie. Ze hebben verder niets gedaan. Er is nooit geld geïnvesteerd. Dus er zijn nooit wegen gemaakt. Er was totaal geen infrastructuur. Mensen moesten plantages gaan beginnen. Mensen zijn plantages gaan beginnen. Suikerplantages, koffie, tabak, indigo. Al die producten die men nodig had in Europa. Is men gaan produceren. Alle plantages lagen aan rivieren. De rivier was de weg. He? En ze gingen met boten er naartoe. Alle plantages lagen aan rivieren. Wat is achter de plantage? Oerwoud. He? Dus, slaven konden vluchten. Je hoeft alleen maar te loeren dat men je niet pakt. En dan vlucht je het oerwoud in. En slaven zijn ook gevlucht. Vooral de slaven die pas waren aangekomen. Als je pas hier was gekomen, de mensen die uit Afrika kwamen, die wisten wat het was om geen slaaf te zijn. Hè? Die waren ooit vrij geweest. Dus die wilden niet als slaaf op de plantage werken. Dus die zijn vooral gevlucht. In het begin zijn de, hè? Men noemde die, alle slaven die uit Afrika kwamen, noemde men zoutwaternegers. Maar je begrijpt, De slaven in slavernij zelf op de plantages werkten. Ja, die kregen natuurlijk ook kinderen. En de volgende generatie, die wist niet beter dan je bent als slaaf geboren. Want vanaf de slavernij is begonnen in Suriname, eerste ding wat er gemaakt is door het koloniaal bestuur, allerlei wetten. Over wat slaven mochten en wat slaven, en vooral ook wat slaven niet mochten. Dus de volgende generatie, die wist niet beter dan, ja, als je slaaf bent, ben je slaaf. Dus die, ja, die zijn niet meer zo erg veel gevlucht. Hè? Nou, dat ging goed met de plantages hoor. Er kwamen steeds meer, er kwamen meer mensen na verloop van tijd. Maar die slaven die gevlucht zijn, die gevlucht waren en die de bossen in gevlucht waren, die gingen zich, ze vluchten natuurlijk niet met zo'n honderden tegelijk, 1, 2, 3, hè? Maar in het oerwoud wisten ze elkaar weer te ontmoeten en gingen ze nieuwe stammen vormen en bij elkaar wonen en proberen met elkaar samen te overleven. Maar ze hadden natuurlijk van alles nodig.
voedsel, maar ook vooral voedsel konden ze zelf verbouwen. Misschien als ze een kampje hadden in het oerwoud, maar ze hadden vooral gereedschappen nodig. En die kwamen ze halen, die gingen ze stelen op de plantages. En zo werden ze een groot obstakel voor de plantages en voor de plantage-economie. Want regelmatig werden plantages overvallen door weggelopen slaven. Men is ze marrons gaan noemen in de loop van de tijd. Hè? Door weggelopen slaven. En ze werden een echte, ja, een obstakel. En de eigenaren van de kolonie, de plantage-eigenaren, hebben al doorgevraagd dat men soldaten zou sturen om ze te beschermen. Oh ja, dit is het plaatje van een slavenschip. Sorry hoor, ik ben dat vergeten, ja. En het volgende plaatje, kan je dat ook laten zien? Dit is hoe ze werden ingeladen op zo'n slavenschip. Dit is één vloer, want er kon daarboven weer een vloer zijn. He? Je ziet hoe ze verschrikkelijk dicht op elkaar liggen. En als je heel goed kijkt, dan kan je in het midden een klein rondje zien. En af en toe zie je een klein rondje. Nou, wat is dat rondje? Dat rondje is een tonnetje waarin ze moesten poepen, plassen, braken, oh en zo. Nou, je begrijpt helemaal natuurlijk dat je nooit bij dat tonnetje kan komen. Dus de meesten moesten poepen, plassen, braken op de plaats waar ze liggen. Hè? Dus je kan je voorstellen hoe verschrikkelijk slavenschepen stonken. De Hollandse schepen, slavenschepen waren de beruchtste in de wereld. Zo, waarom? Omdat ze zo verschrikkelijk stonken. Andere schepen schreven in hun journaal dat je op zee een Hollands slavenschip kon ruiken uren voordat je het tegenkwam. Maar goed, we gaan terug. Nou, als dat slavenschip in Suriname was aangekomen, dan werden ze ontscheept. En dan moesten ze in een loods blijven. Dan kregen ze 2, 3 weken, kregen ze goed te eten en te drinken. En ook een beetje lemmetje water om te drinken. Omdat ze weer een beetje op krachten moesten kopen. En dan werden ze verkocht op een veiling. Ja? Maar we hadden het nog even over die weggelopen slaven die de plantages overvielen. Ze hadden van alles nodig. En de eigenaren van de kolonie, dat is de geoctrooieerde sociëteit van Suriname, moest al door militairen sturen om te vechten tegen die weggelopen slaven. Die militairen, dat was een huurleger. Gedurende die hele koloniale periode, dus 200 jaar lang, zijn er door de geoctrooieerde sociëteit van Suriname soldaten gestuurd om te vechten tegen die weggelopen slaven. Ze kregen als opdracht om de weggelopen slaven te vermoorden. Ze konden ze ook terugbrengen naar Paramaribo, maar als dat niet lukte, moesten ze ze vermoorden. En dan moesten ze, om te bewijzen hoeveel ze hadden verloren, moesten ze de rechterhand afkappen. En dat was het bewijs dat ze slaven hadden vermoord. Hè? En nou, ik kan je zeggen, die militairen, ja, het was een huurleger. Elke jongen in Holland, in Vlaanderen, in Duitsland, in Frankrijk. Allerlei Europese jongens, arme jongens, zijn als soldaat naar Suriname gekomen om te vechten tegen die weggelopen slaven. Het waren gewoon arme jongens die misschien geen werk hadden. Hè? Ze wisten helemaal niet hoe ze soldaat moesten zijn. Ze wisten niks van vechten. Hè? Dat moesten ze hier leren. Ze hadden geen flauw idee wat ze tegemoet gingen. Want ze werden ook geronseld of ze werden voor de gek gehouden. Men zei tegen ze: wil je niet rijk worden? Ja, iedereen wil rijk worden. Ja, wat moet ik doen om rijk te worden? Oh ja, je moet even naar Suriname gaan. Je kan tekenen voor 3 jaar of voor 5 jaar. En dan ga je als militair naar Suriname. Ja? Wat moet ik daar dan doen? Ah, je moet een paar bosnegers gaan vangen in het bos. Nou, jij hebt alles hoor. Je hebt geweren, alles. En die neger heeft niks. En die is in het bos. En
Oh, de jongen dacht, nou, dat is makkelijk. Huh? Ik krijg geweer, ik ga eventjes rennen in het bos daar en ik zie die neger dood. En dan, ja, dat is heel goed. En men vertelde ze ook nog, en hij had natuurlijk absoluut geen voorstelling van wat het bos was. Hij dacht, ze is iets zoals het Vondelpark zo, hè. Ja, ze hadden absoluut geen voorstelling van wat de jungle was. Maar in de jungle, hier, iedereen wist het, hier ergens, niemand wist precies waar. Maar in Suriname, daar ergens in Zuid-Amerika, daar is dat grote goudmeer. Daar ligt in het bos ligt het goud voor het oprapen. Dus die jongens dachten, ach, ik ga als militair daar naartoe, ik kreeg een geweer. Ik ga even in dat bos rennen, ik schiet die neger dood en dan vind ik het goud. En dan ben ik rijk, zo kom ik terug. Nou, mensen, de meeste van ze zijn gewoon dood gegaan hoor. Dood gegaan in het bos, dus in het Surinaamse oerwoud. Honderden, duizenden Europese militairen liggen ergens in het Surinaamse oerwoud begraven. Want de meeste van ze zijn gewoon dood gegaan aan allerlei ziektes. En ze konden absoluut niets uitrichten tegen die Marons. Die Marons waren ze altijd te slim af. Mag ik het volgende plaatje? Altijd te slim af. Oh, dat was die 300.000, ja. Volgende plaatje. Kijk, die Marons waren ze altijd te slim af. Dit zijn die Europese militairen die op die manier proberen die negers te pakken. He? Het is ze niet gelukt. Ze probeerden, ze konden de weg in het bos helemaal niet vinden. Dus ze volgden de sporen van de Marons zelf. Die natuurlijk dwaalsporen voor ze maakten. Soms liepen ze 3 weken in een cirkel. En ze hadden dat helemaal niet eens door. Maar goed. De koloniale maatschappij dus. Die groeide. Er kwamen steeds meer kolonisten. Die plantages zijn gaan beginnen. Er kwamen steeds meer plantages. Maar vooral in het begin. Een heleboel van die mannen die kwamen als vrijgezel. Die kolonisten als vrijgezel. Er zijn nog tijdens de Engelsen zijn er Joodse kolonisten gekomen. Er zijn toen het al van Nederland was, zijn Franse hugenoten gekomen. Die kwamen met families. Maar de meeste van die kolonisten, dat waren mannen alleen. Die soldaten die kwamen, waren ook mannen alleen. Want die soldaten die kwamen, die waren allemaal vrijgezel. Ze konden geen vrouwen en kinderen meenemen. Ja. Dus wat gebeurde er bij die koloniale maatschappij? Eerst, er was maar een kleine witte bovenlaag. Want de slaven waren veel meer in aantal. Ik had jullie al gezegd. In totaal zijn er 300.000 Afrikanen zijn ingevoerd. Nou, er waren echt lang geen 300.000 kolonisten hoor. De kolonisten waren maar een hele kleine witte bovenlaag. Hele kleine laag. Naar verhouding waren er 5 à 6 keer zoveel meer slaven dan witte mensen. Maar bij die witte mensen waren er veel meer witte mannen dan witte vrouwen. Want al die soldaten die zijn gekomen en die kolonisten die ook als vrijgezellen zijn gekomen. Dus, wat gebeurde er? Het aantal witte mannen was veel groter dan het aantal witte vrouwen. De verhouding was 20 op 1. Dus in die koloniale witte bovenlaag was door deze wanverhouding kon maar 1 op de 20 mannen kon trouwen met een witte vrouw. Want er waren geen witte vrouwen. En wat is er dus in Suriname gebeurd? En dit wat ik je nu ga vertellen is absoluut anders dan hoe slavernij in de Verenigde Staten is verlopen. Dit is echt in Suriname gebeurd, niet in de Verenigde Staten, maar in Suriname. Vanaf het allervroegste begin hebben witte mannen kinderen gekregen met zwarte vrouwen.
Natuurlijk was dat verboden. Die eerste gouverneur heeft al meteen een wet gemaakt. Hè? Kijk, er zijn zoveel wetten gemaakt voor wat slaven mochten en allemaal niet mochten. Nou, slaven mochten nooit christenen worden. Slaven mochten nooit zich Europees kleden. Slaven mochten in Suriname geen Nederlands kennen. Ook een groot verschil met Amerika. Hè? Want daar moesten ze meteen de taal van de meester overnemen. In Suriname niet. In Suriname mochten slaven geen Nederlands kennen. Slaven mochten geen schoenen dragen. Hè? En natuurlijk ook dit. Hè? Ze hebben niet gezegd. De wet luidde als volgt. Het is aan alle inwoners van de kolonie. Van de kolonie. Ten zeerste verboden. Om vleeselijke conversatie te hebben met zwarten. Ja? Zo noemde men dat ding toen. Vleeselijke conversatie. Maar ja. Ik denk niet dat de mensen naar de wet gingen kijken. Als ze dit doen eerst hoor. Dus. Er is vanaf het begin. Zijn er dus kinderen geboren. Van witte mannen. Met zwarte vrouwen. En er is in Suriname. Al heel vlug een andere groep, een andere etnische groep op gang gekomen. De groep van de kleurlingen. En die groep is het snelst gaan groeien. Die groep is uitgebreid geworden. Het is niet zo dat als je vader een witte man was, dat je nou vrij was. Absoluut niet. Dat is ook een wet die men gemaakt heeft vanaf het begin. Het kind volgt de status van de moeder. Dat betekent, als je moeder slavin is, ben je ook slavin, al is je vader een witte man. Nou, dus een heleboel van die kinderen die geboren zijn toen, daar, nou, die zijn gewoon slaaf gebleven. Soms waren ze slaaf van hun eigen vader, maar dat maakte niet uit. Maar dat wil niet zeggen dat al die kinderen die geboren zijn ook slecht behandeld werden hoor, helemaal niet. Oh, er zijn ook van die witte mannen geweest die zich als keurige vaders hebben gedragen. Die soms die kinderen hebben vrijgekocht. Die soms die moeder hebben vrijgekocht voordat het kind geboren werd. Omdat dan dat kind in vrijheid werd geboren. En soms hebben ze de moeder daarna vrijgekocht. Hè? Want dat was het. Als je die persoon wilde vrijmaken, dan moest je weer betalen. Moest je betalen. En dat kostte geld. En daarom hebben, ik weet niet of het daarom is, maar in ieder geval hebben heel veel witte mannen, hè, hebben die vrouw niet vrijgekocht en hebben die kinderen ook niet vrijgekocht. Maar die groep is zich het snelst gaan ontwikkelen. Kijk, hier is een letter van manumissie. Dus de gouverneur maakte dan zo iemand vrij. En om deze brief van manumissie te krijgen, dat je vrij was, dan moest ervoor betaald worden. He? En als je vrij was, ja, men kon natuurlijk niet aan het gezicht van iemand zien of hij vrij was of niet. Dus de mensen die vrij waren, moesten altijd dit kunnen overleggen. Die vrij gemaakt waren, moesten altijd kunnen overleggen dat ze vrij gemaakt waren. Als bijvoorbeeld een mulatin zou gaan trouwen, of een gekleurde persoon zou gaan trouwen, dan moest hij dit overleggen, hè? Want alleen mensen die vrij waren konden trouwen. Je kon niet trouwen als je niet vrij was. Oké, dit is dus een letter van manumissie. Mag ik het volgende plaatje zien? Ja, je begrijpt. Naarmate de tijd voortschreed, kwamen er nog meer gradaties. En eerst, dus de eerste groep, neger, ik weet dat men in Holland het woord neger niet gebruikt, maar ik zeg het toch maar, omdat ik geen ander woord ervoor vind. Hè? Je was in Suriname neger of zwart. Als je in Suriname zwart was, was je 100% Afrikaan. Hè? Neger en wit, 100% Afrikaan en wit, een kind daarvan. Dat is een mulat. Die is in het midden. Mulat. Ja? Maar natuurlijk ging dat ding en verder. In 1750
In 1750, dat is ongeveer 80 jaar nadat Holland de kolonie had overgenomen, waren er al evenveel vrije kleurlingen als blanken. Dus die hele groep samen heet kleurling. En in 1750 waren er al evenveel vrije kleurlingen als blanken. Maar, kijk, eventjes die gradaties. Want hoe verder je komt, hoe meer gradaties er zijn natuurlijk. Een kind van een neger en een witte is een mulat. Een mulat en een neger, die krijgen samen een karboeger. Een karboeger en een mulat, die krijgen samen een sambo. Een mulat en een witte, die krijgen samen een mestis. Een mestis en een witte, die krijgen samen een kastis. Een kastis en een witte, die krijgen samen een poestis. Nou, maar dan ben je al lang ook weer wit, hoor. Nou, dit is in Suriname gebeurd. En wat is er nog meer in Suriname gebeurd? Je kan je voorstellen. Dit ding werd zo ingewikkeld, want in het begin werden die mensen altijd aangeduid met die naam die men kreeg. Hè? Die naam. Altijd werden ze aangeduid. Maar dat ding werd zo ingewikkeld, dat zelf de koloniale overheid werd zelf ook niet meer eruit wees. Wanneer dit soort mensen, wanneer ze vrij waren of vrij werden, moesten ze gedoopt worden. Slaven mochten geen christenen worden, maar vrije mensen, vrije negers of kleurlingen, moesten gedoopt worden. Want er mochten, dat was ook een wet, er mochten geen vrije heidenen zijn in de kolonie. Dus zodra ze vrij waren, moesten ze gedoopt worden. En de dominee schreef altijd op wat voor kind hij doopte. He? Dus, als je in het oude doopboek kijkt, dan kan je bijvoorbeeld zien, dominee die en die heeft gedoopt 2 mulatte kinderen, waarvan de vader is, 1705. Dominee doopt 2 mulatte kinderen, Johan en Maria, he? Waarvan de vader is, die en die. He? De naam van de vader wordt genoemd. Moeder, streepje, streepje, streepje. Dan weet je, die moeder is een slavin. Huh? Die moeder is nog steeds een slavin. Haar naam wordt niet genoemd. Dus overal ter wereld kan je een kind hebben. Moeder bekend, vader onbekend. Behalve in Suriname in die tijd kan je een kind hebben. Moeder onbekend, vader bekend. Ja, nou. Die kinderen moesten gedoopt worden. En de dominee schreef altijd op wat voor kind hij had. En soms, wilde die vader, werd dat kind gedoopt. Die ouders waren natuurlijk niet getrouwd. Want slaven mochten niet trouwen. Dus die ouders zijn niet getrouwd. Dit zijn, voor de wet heten ze, ze heten dus onechte kinderen. Maar omdat ze vrij waren, moesten ze gedoopt worden. En dan was heel vaak wel die vader de doopgetuige. Maar goed. De groep van de kleurlingen is zo erg gaan groeien, dat in 1780 waren er al 2 maal zoveel vrije gekleurde mensen dan blanken. En toen de slavernij werd afgeschaft in 1863, was de van de vrije bevolking was al 80% gekleurd. Maar nog iets waarin Suriname absoluut verschilt van de Verenigde Staten. Hè? En slavernij hier ook absoluut verschilde. Dat ding werd zo ingewikkeld hoor, dat zelf de koloniale overheid kon het niet meer eruit wijs. Heeft de koloniale overheid in 1782, moet je nagaan, 1782 is het toppunt van slavernij. Echt het toppunt, de piek van de slavernijperiode. Want wanneer is men gaan zeggen dat slavernij niet goed is? Pas bij de Franse Revolutie, 1789. Maar in de piek van de slavernijperiode, in 1782, neemt de koloniale overheid hier een wet aan.
En ik ga je de letterlijke tekst van die wet zeggen. Voortaan gaat men bij de vrije gekleurde bevolking slechts 3 groepen onderscheiden. 1. Negers en Karboegers, groep 1. 2. Mulatten, groep 2. 3. Mestizen. Alle anderen zijn blank. Ook mestizen als ze uit een wettig huwelijk zijn geboren. Dus anno 1782, kijk, Hollanders hebben de naam gekregen dat ze de meest verschrikkelijke slavenmeesters waren, maar dit is toch ook in een Hollandse kolonie gebeurd. In 1782 kon in Suriname een kleinkind van een 100% negerin kon officieel blank zijn. En dan was het niet blank, maar officieel was het blank. Want als die vrouw een kind gekregen had met een witte man, laten we zeggen dat kind is een mulatin, dat is een meisje, is een mulatin. De vader heeft haar vrij gekocht. Ze is een mulatin, ze is vrij. Ze trouwt met een blanke man. Haar kinderen zijn mestizen, uit een wettig huwelijk geboren. Officieel zijn ze blank. Al zijn ze niet blank. Dat was mogelijk in Suriname. Dat zou in Amerika onmogelijk zijn. In Amerika, als je 5% negerbloed hebt, ben je black. Al ben je wit met blond haar. He? Zie je, dat is een groot verschil. Maar goed. Alleen om je aan te geven hoe verschillend dingen zijn. En hoe door dat men er zo weinig van af weet, bepaalde stereotype gedachten bij mensen zijn gaan heersen. Hè? Want Holland heeft de naam gekregen, Suriname heeft de naam gekregen dat het de meest vredadige slavenkolonie was. Dat was het misschien ook, was het zeker. Maar de groep van de kleurlingen is ontstaan en die is de grootste groep geworden tegen de tijd dat de slavernij werd afgeschaft. Die samenleving van toen, en dit ga ik je expres vertellen omdat elke keer hoor je weer dat mensen dit soort opmerkingen maken, die er niets van af weten. In Suriname, naarmate de tijd voortschreed, iedereen had praktisch iedereen slaven. Zeker als ze in Paramaribo woonden. Kijk, op de plantages werkten veel slaven. Die slaven die op de plantages werkten, op de plantages waren, hadden echt een verschrikkelijk moeilijk leven. Ze werden voor alles gestraft. Niet op alle plantages was dat zo. Er waren ook plantages waar men beter was voor de slaven. Maar over het algemeen hadden de plantageslaven een verschrikkelijk moeilijk leven, slecht leven. Urenlang werken en waarvoor? Nooit voor geld. Je krijgt alleen eten en drinken. En 2 keer per jaar kreeg je een pannie. Dat is alles. En voor alles werd je gestraft. Maar de stad Paramaribo, in het begin, was de Paramaribo heel klein, maar naarmate de plantages bloeiden en geld opbracht, ging de plantage-eigenaar verhuisde naar Paramaribo, bouwde in Paramaribo een groot huis, en er ontstond een stedelijke samenleving in Paramaribo. Als je rijk was en plantages had, dan woonde je niet meer op de plantages. Dan ging je in Paramaribo wonen, in een groot huis en een luxe leven leiden. En je stuurde, om je plantages te besturen, had je een directeur. Hè? In Paramaribo hadden die mensen ook slaven. Hè? Alle mensen hadden slaven. Alle mensen hadden slaven. Omdat er zoveel witte mannen met kleurlingen vrouwen en zwarte vrouwen samenleefden, gebeurde het natuurlijk dat een heleboel vrouwen, kleurlingen, ja, werden vrouwen van aanzien. Ja, want ze leeft met een witte man, die man heeft geld, die man heeft plantages. Dus die samenleving verkleurde. Om je een goed voorbeeld te geven. Stel je voor, ik zei net, als een zwarte vrouw heeft een kind gekregen met een witte man, een mulatin, mooi meisje.
Ze trouwt met een witte man. Maar diezelfde, haar moeder, heeft nadat haar moeder haar gekregen heeft, heeft haar moeder nog meer kinderen gekregen. Wel met slaven. Allemaal zwarte kinderen. Dus die moeder heeft haar eerste kind, of tweede kind, is een mulattin. En die moeder heeft nog 5 andere kinderen, die zijn allemaal zwart. Hè? Die moeder is nog steeds slavin. Dat meisje is vrij. Het meisje trouwt met een witte man. Voor de huishouding en alles heeft ze slaven nodig. Want niemand die wit was of geld had, werkte. Hè? Dat moest door slaven en slavinnen gebeuren. Zij heeft voor de huishouding ook slaven en slavinnen nodig, natuurlijk. Wat doet ze? Ze gaat natuurlijk haar eigen moeder en haar broers en haar zusters. Die komen bij haar wonen. En die zijn, officieel zijn ze de slaven. Maar het zijn wel haar moeder en haar broers en haar zusters. En ze gaat ze echt niet mishandelen. En op die manier zorgt zij ervoor dat haar moeder en haar broers en haar zusters een veel beter leven hebben. Ja, want die gaat koken en die moeder hoeft niks te doen. En die ene zus gaat koken en die andere zus gaat de was doen enzovoort. Hè? En die krijgen weer kinderen. En er is misschien een mooi meisje bij en er komt een vriend van die, want de man komt op bezoek en die neemt dat meisje nou weer als zijn vrouw. En zo zijn die gezinnen dan samengesteld. He? Dus een heleboel van die gezinnen in Paramaribo, waar ze officieel slaven en slavinnen hebben, zijn die slaven en slavinnen hun eigen familie. He? En die hebben ze echt niet slecht behandeld. En die mensen die slaven hebben, zijn ook geen slechte mensen, want het is hun eigen familie. En dat is een heleboel doorgegaan. En soms zijn familie helemaal bijna wit geworden. En ze wonen in een groot huis en deftig en chic en alles. Maar officieel zijn ze nog slaaf. Want die grootmoeder, die eerste grootmoeder, mulattin, is nooit vrijgekocht. Dus haar kinderen zijn nog steeds slaaf, officieel. En haar kleinkinderen ook nog steeds, al zijn ze al helemaal wit geworden. En dit heeft gemaakt dat op het eind van de slavernij, toen de slavernij zou worden afgeschaft, iedereen wist de slavernij zou worden afgeschaft, toen werd ook bekend dat na de afschaffing van de slavernij, slaven nog 10 jaar op de plantages zouden moeten werken. En toen zijn een heleboel mensen geschrokken. Want mijn kinderen zijn officieel nog slaaf. Mijn vrouw is officieel nog slaaf. Want haar moeder was ook nog slavin. En de grootmoeder ook nog. En ze zijn nooit vrijgekocht. Dus officieel zijn ze nog steeds slaven. En toen hebben mensen zich gehaast. En zijn ze, nog voor de afschaffing van de slavernij, een heleboel mensen gaan vrijkopen. En soms zijn ze geld gaan lenen, want ze hadden geen geld. Ze zijn geld gaan lenen om hun vrouw en hun kinderen vrij te kopen. Omdat ze niet wisten wat er zou gaan gebeuren. En men was bang van, stel je voor dat mijn vrouw en mijn kinderen, die nu in een mooi huis wonen en alles hebben, stel je voor dat ze dan opeens weer slaaf zijn, omdat ze officieel nog niet zijn vrijgekocht. En dat is in Suriname gebeurd. Hè? Dus wanneer je hoort, die persoon had slaven, of je leest misschien of je komt erachter, mijn overgrootvader had slaven, hoef je niet te denken dat die overgrootvader een slechte man was en daarom slaven erop nahield. Want die slaven die hij had, dat was waarschijnlijk je overgrootmoeder. En die kinderen die slaven waren, dat waren je grootouders. Nou, ik ben bijvoorbeeld zo'n geval. mijn overgrootvader was het kind van Joodse man, Joodse familie, want de Joden hebben dit ook heel veel gedaan, Joodse familie. Zijn vrouw was een mestizin, mesties. Maar zij was niet vrijgekocht, haar moeder was niet vrijgekocht. De grootmoeder was niet vrijgekocht. Dus officieel was ze nog slavin. Al was ze praktisch wit. En die witte kinderen van die meneer, hè, van die overgrootvader, hè, en al die kinderen, waren officieel nog slaaf. En
En die man, die vader van hun, heeft zich gehaast om ze allemaal vrij te kopen. Ja? Nou, dat is in Suriname bijvoorbeeld gebeurd. Alleen maar om je duidelijk te maken dat het niet zo zwart-wit is als men soms vandaag denkt. Ja? In die slavernijgeschiedenis zitten er een heleboel nuanceringen. Ik zeg altijd, het is niet zo zwart-wit. Er is heel veel grijs tussen. Oké, mag ik het volgende plaatje zien? Ja. En dan gaan we heel eventjes hebben over hoe duur was de suiker. Ja? Dit zijn allemaal uitgaven van hoe duur was de suiker. Nog meer hoor, laat het volgende plaatje ook maar zien. Ja, allemaal uitgaven van hoe duur was de suiker. Ja, hoe duur was de suiker is enorm bekend geworden. Waarom? Ja? Kijk, ik wilde vooral, dat wilde ik. Ik gaf les op, in de hoogste klasse van de middelbare school. En ik zag hoe mijn leerlingen eigenlijk heel weinig wisten over die slavernijperiode. Net als de meeste Surinamers. Waarom? Omdat na de afschaffing van de slavernij eigenlijk er praktisch nooit meer werd gesproken over slavernij. En wij hebben zelf heel weinig over slavernij geleerd op school. En ik heb dat wel als een gemis gevoeld. En daarom ben ik, vanaf ik een kind was, ben ik eigenlijk zelf op zoek gegaan naar allerlei informatie. Want ik wilde wel weten hoe het was. Ik was een kind dat enorm veel las. En ik kon me, juist omdat ik zoveel las, kon ik me heel goed voorstellen hoe het was om een arm kind in Holland te zijn. Ik had alle boeken gelezen van Nienke van Hechtum. Ik kon bijna Fries praten. Hè? Dus ik kon me dat voorstellen. Maar ik kon me op geen enkele manier voorstellen hoe het leven van een slavenkind was. Want ik had geen enkele informatie daarover. En daarom ben ik zelf op zoek gegaan. Vanaf ik heel jong was. En natuurlijk, als je zelf gaat zoeken, dan vind je wel informatie. En toen ik zelf lerares was, was duidelijk dat mijn leerlingen heel weinig ervan afwisten. En ik vertelde altijd aan mijn leerlingen hoe het wel was geweest. En mijn leerlingen zijn degene geweest die me, dat was in de jaren 70 in Suriname op het Miranda Lyceum. Het zijn vooral mijn leerlingen die me heel, heel erg hebben aangemoedigd om schrijfster te worden hoor. Juffrouw, u moet schrijfster worden. Alles wat u ons vertelt, moet u gaan schrijven. En dan zeg ik altijd, ja hoor jongens, als ik met pensioen ben, ga ik schrijfster worden. Maar goed, het lot was me gunstig. Ik kon beginnen voordat ik met pensioen was. Maar ik wilde vooral laten zien dat er veel meer nuances waren. En ik heb gekozen om te vertellen over een Joodse familie. Waarom heb ik voor de Joden gekozen? Ja, want de Joden zijn eigenlijk de eerste kolonisten die het attachment hadden met het grondgebied. Die Suriname wilden maken tot hun nieuwe vaderland. Kijk, toen de kolonisten kwamen, woonden hier. Dit was het gebied waar Indianen woonden. Amazone-Indianen. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van dit gebied. Ja? Maar zij zijn vooral de binnenlanden ingevlucht toen die kolonisten ze als slaaf wilden gebruiken. Kolonisten zijn gekomen met de bedoeling om plantages te beginnen, om rijk te worden en weer weg te gaan. De Joden zijn eigenlijk de tweede groep kolonisten. De Engelsen waren de eerste. De Joden, Portugese Joden, waren de tweede groep. En die kwamen niet met de bedoeling om rijk te worden, om weg te gaan. Die waren eigenlijk op zoek naar een nieuw vaderland. En ze zijn gekomen met de bedoeling om Suriname te maken tot hun nieuw vaderland. En hun dorpje, hun stad, welke ze zijn gaan beginnen. En wat ook eigenlijk een hele mooie plek was, 300 jaar geleden de grootste plaats van Suriname. Wij zijn het nu gaan noemen Jodensavanna. Maar de Joden noemden het zelf ons nieuwe Jeruzalem aan de rivier. En ik heb expres gekozen om een Joodse familie te nemen.
en daarmee het verhaal te vertellen van slavernij en de geschiedenis van Suriname. Daarom is het een Joodse familie. Ik wilde vooral ook die nuancering laten zien. Hè? En dat boek, het is te laten zien dat er slaven zijn mishandeld, maar er, niet alle slaven, er waren ook andere soorten relaties. En dan zag ik vooral die relatie van dat, die hoofdfiguur van Honduras de Suiker, Elsa, en die slavin. Die slavin heeft dat meisje opgevoed vanaf ze geboren is. Dus voor die vrouw is dit haar kind. En voor dat kind is dat ook, dit is haar moeder. Hè? En ik vond het wel jammer dat dat in de film niet tot uiting is gekomen. Hè? Dat, dat Maisa eigenlijk de moeder is van dat meisje. In de film was dat niet zo duidelijk. Jammer, maar goed. Hè? Honduras de Suiker heeft het boek, heeft mensen wel, heeft enorm veel invloed gehad. In Suriname, maar ook toen het in Holland uitkwam. Omdat men in Holland eigenlijk voor het eerst ook kon lezen over hoe het leven van was van slaven in Suriname. En hoe die Surinaamse gemeenschap in elkaar stak. En wat slavernij was. Een heleboel Hollanders wisten niet eens dat Holland een eigen slavengeschiedenis had. Maar dat is ze nooit verteld. Dat hebben ze nooit op school geleerd. Want Holland heeft altijd praktisch niks verteld over slavernij aan leerlingen op school. Ze hoorden misschien, ja, er was slavernij. Twee zinnetjes. Roger van Bokstel was in zijn vroegere schoolboeken gaan kijken om te zien wat hij had geleerd over slavernij. Toen het slavernijstandbeeld onthuld zou worden, heeft hij zelf verteld. Hij is gaan kijken wat hij had geleerd op school over slavernij. Twee zinnen. Suriname, ja, er was slavernij. En de volgende zin, en die zijn 1863 afgeschaft. En verder nooit iets. Hè? Dus een heleboel Hollanders wisten nooit dat Holland ook een slavengeschiedenis heeft. Een slavernijgeschiedenis. Nou, dat wilde ik vooral met het boek tot uiting brengen. Maar goed, de slavernij is afgeschaft in 1863. Bij de afschaffing van de slavernij was al 80% van de vrije bevolking was gekleurd. Alle slaven zijn vrij geworden, maar de slaven moesten nog 10 jaar op de plantages blijven werken, want men wist niet wat men zou doen met die plantages. Want Suriname had alleen maar plantages. Er was niks anders. Je kon niks anders doen. Dat was het enige. Plantages die producten produceerden. Suiker, cacao, koffie, tabak, katoen. En die plantages moesten kunnen doorgaan voor die producten. Maar ja, als de slaven vrij werden, dat wist iedereen, dan gaat geen enkele slaaf meer op een plantage werken. Want ze associëren dit werken met slavernij. En wie vrij is, gaat geen slavernijwerk meer doen. Dus er moest een oplossing gezocht worden daarvoor. Om de plantages in Suriname door te kunnen laten gaan. Suriname was ondertussen een echte Nederlandse kolonie geworden. Het was niet meer van de geoctrooieerde sociëteit van Suriname. Want in de tijd dat Napoleon zo tekeer ging in Europa en alle landen tot vassalstaten maakte, hebben de Engelsen, Engeland heeft de koloniën onder bescherming genomen. Dus Engeland ging toen over Suriname. En nadat Napoleon verjaagd was en gevangen gezet was, en Napoleon dus weg was, de Franse tijd voorbij was, is de, u weet, de stadhouderprins teruggekomen uit Engeland naar Holland. En Holland was bij de Fransen een koninkrijk geworden. En hij werd koning, zijn zoon werd koning Willem I. En Holland was dus vanaf toen een koninkrijk. Ja, 1813. En toen, nadat Napoleon weg was en die
Franse dreiging weg was, moest Suriname teruggegeven worden aan Holland. En toen is Suriname geworden van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, toen is Suriname van Nederland geworden. Nou, de Nederlandse staat ging dus over deze kolonie. Nou, iedereen wist, vroegere slaven gaan niet meer op de plantages werken. Nou, en Nederland probeerde dan iets te vinden, of werkers te vinden, voor de plantages Suriname. En Holland dacht toen van, ja, laten we proberen of het misschien mogelijk is om echte boerderijen daar te maken, naar Nederlands model. Hè? En nog voordat de slavernij was afgeschaft, heeft men boeren gestuurd, echte boerenfamilies, uit Friesland en Groningen. Uit Friesland en Groningen, in 1845. Ja, er was niets voor deze mensen gereed gemaakt hoor, om ze echt te ontvangen en ze boerderijen te geven. Ze kwamen op een vroegere plantage te wonen. Nou, de toestanden waren zo slecht, de hygiënische toestanden waren zo slecht. Nou, binnen een half jaar was meer dan de helft al overleden. En dus dit was een mislukte kolonisatie. Diegenen die nog over waren, zijn verhuisd en die zijn in een andere omgeving gaan wonen. Zijn een dorpje begonnen, dat ze ook Groningen hebben genoemd. Hè? Maar dus de kolonisatie met boeren was eigenlijk mislukt. Toen heeft Holland geprobeerd om Chinezen te laten komen om te werken op de plantages. Die Chinezen waren allemaal mannen. Er zijn ongeveer 3000 gekomen, alleen maar mannen. Nou ja, die mannen wilden natuurlijk ook een Surinaamse vrouw hebben. Dus een heleboel van die Chinese mannen hebben een Creoolse vrouw. Zoals die Kotomissie die je zo net zag, een Creoolse vrouw. Hè? Want de nakomelingen van de slaven is men Creolen gaan noemen. Zeker als ze vermengd zijn met anderen. Hè? Creolen, dit zijn Creolen. De Kotomissie is een Creool. Nou, oké, die Chinezen hebben Creoolse vrouwen genomen. Ja, hier heb je een mooi voorbeeld. Een Chinees die zit en een prachtige Creoolse vrouw in een kotto is zijn vrouw. Deze zijn officieel getrouwd. Eventjes als een tussen haakjes erbij verteld. Dit zijn de bedovergrootouders van mijn kinderen. Want het zijn de overgrootouders van mijn man. Ja, Chinese man en Creoolse vrouw. Ja, maar die Chinezen hebben maar 5 jaar op een plantage gewerkt hoor. Daarna zijn ze winkeltjes gaan beginnen en wilden ze ook niet meer op de plantages werken. Ja, wat nu? En toen keek Holland naar wat Engeland had gedaan. Want Engeland had ook koloniën gehad. Had ook in dit gebied plantages gehad, suikerplantages in Guyana en op Trinidad en in Jamaica. En wat hebben zij gedaan? Ja, wat had Engeland gedaan? Engeland was het eerste land dat de slavernij afschafte. Al in 1834. En de Engelsen zijn verschrikkelijk trots hoor, dat zij degene zijn geweest die slavernij hebben afgeschaft. Maar ze vertellen niet erbij wat ze toen daarna gedaan hebben. Wat heeft Engeland daarna gedaan? Engeland heeft uit een andere kolonie, die een overbevolkte kolonie was, Brits-India, hè? Dat is wat nu India, Pakistan en Bangladesh is. Dat was het Engelse Brits-Indië. Heeft uit zijn kolonie mensen naar Suriname laten komen, naar alle andere koloniën laten gaan waar vroeger slaven waren. En die mensen moesten werken op de plantages. Ja. Die mensen hebben, en dat ging goed. Het ging goed met die werkers, de Brits-Indische arbeiders in Guyana en in Jamaica en op Trinidad. Ze waren niet als slaaf gegaan. Nee, ze zijn gegaan als contractarbeiders. Dat betekende, ze tekenden voor 5 jaar.
was natuurlijk een voor de gek houding ding, want die mensen waren arme mensen, ze konden niet lezen en schrijven, wisten zeven wat ze tekenden. Maar goed, zo zijn mensen uit deze gebieden naar de Engelse koloniën gegaan en zijn daar gaan werken op die plantages. En dat ging goed en toen heeft Holland met Engeland een overeenkomst gesloten dat er ook mensen uit die gebieden, uit dat gebied, Brits-Indië, mochten gaan naar Suriname om daar te werken op de plantages. Ook als contractarbeider. Ze moesten tekenen voor 5 jaar en na 5 jaar zouden ze recht hebben op de terugreis. Of ze konden in Suriname blijven. Engeland had, die overeenkomst is gesloten, maar Engeland had voor Nederland een heleboel eisen. Allemaal eisen gesteld. Ja? Allemaal eisen die ze niet voor zichzelf hadden hoor, maar wel voor Nederland. Want zij deden Nederland genoegen toch? Dus ze konden allerlei eisen stellen. Eisen waren bijvoorbeeld, deze mensen mochten niet als slaven behandeld worden. Ze mochten geen lichamelijke straffen krijgen. Nou, in de Engelse gebieden werden ze flink lichamelijk gestraft hoor. Maar goed, hier mochten ze geen lichamelijke straffen krijgen. Ze moesten 10 uur werken. Ze moesten hun eigen cultuur en hun eigen tradities kunnen behouden. Al dit soort eisen. Engeland had deze eisen niet voor zichzelf. En na 5 jaar mochten ze teruggaan. Dan hadden ze recht op een terugreis. Maar als ze bleven in Suriname, moesten ze land krijgen. 2 hectare. En een bedrag van 100 gulden. Nou, dat is ook zo gebeurd. De Hindustanen die bleven. En meer dan 2/3, ongeveer 3/4 is gebleven. Want het waren voornamelijk mensen uit de laagste kasten. Mensen die in India geen uitzicht hadden. Echt geen toekomst hadden. Niet veel toekomst, want in India had je het kastensysteem. Als je in een bepaalde kaste bent geboren, ga je nooit eruit komen. Je blijft arm. Als je arm bent, blijf je arm. In Suriname konden ze vooruit komen, want ze zouden land krijgen. Dus in Suriname was het beter voor ze. Daarom is er ongeveer meer dan 70% is gebleven. Soms zijn ze wel teruggegaan na 5 jaar en dan toch weer naar Suriname teruggekomen. Ja? Maar zo zijn Hindustanen naar Suriname gekomen. Maar omdat Engeland een heleboel eisen had, ze moesten beter medische voorzieningen hebben, ze moesten betere hygiënische toestanden hebben, allerlei eisen. En bovendien, in Suriname was men verschrikkelijk bang van ziektes. En als er een ziekte was in de havensteden of in de havenplaatsen in India waar ze vandaan vertrokken, in Bombay of Calcutta, dan wilde Suriname ze niet hebben, want Suriname was verschrikkelijk bang van ziektes. En ja, dan kwamen er geen nieuwe arbeiders meer. En dat was natuurlijk heel moeilijk. En toen dacht Holland, nou ja, we hebben toch ook Java, we hebben toch India daar, ons eigen Nederlands Oost-Indië. Met allerlei eilanden, met ook een heleboel arme mensen. Nou, op Java woonden ongeveer 100 miljoen arme mensen. Dan kunnen daarvan een paar naar Suriname gaan. En toen heeft Holland Javanen naar Suriname laten komen. En zo zijn de Javanen vanaf 1890 gekomen. En zij moesten op de plantages werken. Nou, de Hindustanen hebben gewerkt 5 jaar. Daarna hebben ze grond gekregen. Zijn ze iets voor zichzelf begonnen, kleine boerderijtjes. De Javanen ook. Hè, zijn, na 5 jaar zijn ze kleine ja, eigen ondernemingetjes gaan beginnen. Maar ondertussen, de plantages, het heeft niet veel geholpen hoor. Want die plantages, die gingen heel erg achteruit. De plantages gingen heel erg achteruit. En er kwamen er ook allerlei ziektes, plantenziektes. De cacao-cultuur is helemaal te gronde gegaan. En
In 1916 werd er bauxiet ontdekt in Suriname. En toen is de Alcoa naar Suriname gekomen. En toen, een heleboel van deze mensen, die niet meer op de plantages werkten, die zijn in de bauxiet gaan werken bij de Alcoa, op die manier. De Creolen, nou, en dan moet ik even weer teruggaan en vertellen. Dus toen had je vanaf 1873, of eigenlijk vanaf 1845 had je dus kolonisten, witte mensen, na de afschaffing van de slavernij zijn die bijna allemaal weggegaan. Maar je had kleurlingen, een grote kleurlingenlaag, alle soorten mensen, hè? Creolen, kleurlingen en creolen. Dan had je een paar boeroes, die er nog over waren. Dan had je Chinezen, maar ook weer Chinezen vermengd met creolen. Dan had je Hindoestanen en dan had je Javanen. Hollands adagium was, hou de groepen gescheiden. Ze hebben ook erg hun best gedaan om de groepen gescheiden te houden. Hou de groepen gescheiden. Er werd ook duidelijker bij gezegd waarom die groepen zo absoluut gescheiden moesten blijven. Ja, hou de groepen gescheiden, want anders gaan ze de slechte eigenschappen van elkaar overnemen. Wat waren die slechte eigenschappen? Die werden bij naam genoemd hoor. Ja, slechte eigenschappen. Negers en creolen, die zijn lui. Die zijn lui. Ja, want die willen niet werken op de plantages, dus ze zijn lui. Hindoestanen zijn Chinezen. Chinezen zijn opiumskuivers. Hindoestanen zijn agressief. En Javanen zijn apathisch. Die eigenschappen moeten ze niet van elkaar overnemen, dus hou ze gescheiden. Men heeft ook geprobeerd om ze gescheiden te houden. En vooral op verschillende plantages onder te brengen. Maar toen die industrie op gang begon te komen, kon men ze niet meer gescheiden houden. Want er gingen natuurlijk alle soorten mensen werken bij die industrieën. En er is nog een ander iets geweest wat gemaakt heeft dat ze absoluut niet gescheiden konden blijven. En dat is het onderwijs. Nou, toen de slavernij werd afgeschaft, heeft Holland gezegd, en hiermee verschilt Suriname weer van Amerika. Toen de slavernij werd afgeschaft en die periode van 10 jaar voorbij was, heeft Holland gezegd, nu moeten al die vroegere slavenkinderen moeten onderwijs krijgen, want ze moeten fatsoenlijke burgers worden. In de slavernijperiode, in die tijd, mochten slaven niets leren. Ze mochten niets leren. En ze mochten geen Nederlands kennen. Ze mochten geen christenen worden. Maar voordat ze vrij werden, voordat de slavernij werd afgeschaft, moesten alle slaven christenen worden. Van de een op de andere dag. Iedereen moest gedoopt worden, of je wilde of niet. Allemaal zijn ook gedoopt. Hè? En ze zijn allemaal christenen geworden. Op de dag van de afschaffing van de slavernij moesten ze naar het plein gaan. En de gouverneur sprak ze toe. En de eerste zin van de reden van de gouverneur was, gij zijt nu allen vrij. De tweede reden van de gouverneur was, en wees u vooral recht dankbaar. En vergeet u nimmer hoe goed uw vroegere meesters voor u geweest zijn. En dat is mij aldoor blijven herhalen. Wees dankbaar. Wees dankbaar dat je vrij bent. En vergeet niet hoe goed je vroegere meesters voor je geweest zijn. Want je bent vrij geworden en je hebt niet eens hoeven te betalen daarvoor. Dus wees dankbaar. Nou, en over slavernij moet je nooit meer praten. En er werd ook niet meer over slavernij gesproken. Nou moesten ze onderwijs krijgen. In 1876 heeft Suriname al gekregen de schoolplicht. 24 jaar voor Holland. 40 jaar voor België. Alle kinderen moeten naar school gaan.
en moeten onderwijs volgen. Welk onderwijs? Eén onderwijs kon maar in Suriname. Het Nederlands onderwijs. Nou, in de tijd van de slavernij mochten slaven geen Nederlands kennen. Slaven mochten geen Nederlands kennen. Maar 1876, de schoolplicht, we kregen scholen, het Nederlandse onderwijs in het Nederlands. Van de ene op de andere dag moesten alle kinderen naar school gaan en moesten ze Nederlands spreken. In die koloniale periode, in die slavernijperiode, is er bij de slaven, er is een taal ontstaan. Slaven kwamen uit diverse, ze waren van diverse stammen. Al op de boot ontstond er een soort communicatietaal tussen verschillende taalgroep mensen. En in Suriname, ja, op de plantages, er ontstond een nieuwe taal. Hè? En die taal was van verschillende Afrikaanse stammen, maar ook met Engelse woorden, want Suriname was eerst een Engelse kolonie, Hollandse woorden, Joodse plantage-eigenaren, Joodse woorden erin. Er is een taal ontstaan in Suriname. En die taal, die eerst natuurlijk de contacttaal was tussen allerlei mensen, maar die taal werd van de volgende generatie de moedertaal. En die taal is zich het meest gaan ontwikkelen, want alle mensen spraken die taal. Omdat die slaven geen Nederlands mochten kennen, werd de contacttaal tussen slaaf en meester. Dus die taal was de taal die iedereen sprak. De Hollanders noemden het Neger-Engels. De slaven zelf noemden het Sranang. Die taal, het Nengre noemden ze het eerst, het Nengre. Hè? Die taal is het meest gaan groeien en gaan ontwikkelen. En die taal is geworden eigenlijk de nationale taal van Suriname. Slaven en meesters spraken in die taal met elkaar. In de huishoudens sprak men die taal met elkaar. Officieel niet. De officiële mensen, de witte mensen, die spraken waarschijnlijk Nederlands onder elkaar. Maar zodra ze met de slaaf moesten praten, spraken ze dat Nengre. Hè? Of dat Neger-Engels, zoals ze het noemden. Maar toen kregen we in 1876 de leerplicht en de scholen. En de kinderen moesten naar school gaan. En van de een op de andere dag moesten die kinderen in het Nederlandse onderwijs volgen. En die ouders van die kinderen, dus de Creolen, die wilden natuurlijk verschrikkelijk graag dat hun kind moest leren. Want hun kind moest nooit meer slavenarbeid doen. Nooit meer. En als je geen slavenarbeid, dat was werken in de grond, planten, dingen dat soort doen op de plantages. Mijn kind moet nooit meer op een plantage werken. Mijn kind moet ontwikkeld worden en mijn kind moet ander werk gaan doen. Nou, om ontwikkeld te worden moet je naar school gaan. Je krijgt onderwijs. Dat onderwijs is in het Nederlands. Dus praat Nederlands. Dus alle mensen gingen hun kind dwingen. Praat Hollands. Er is geen bevel zo veel gegeven aan Surinaamse kinderen als praat Hollands. Alle mensen moesten proberen. Alle kinderen moesten Hollands praten. Geen enkel kind mocht durven om in het Sranang te praten. En dat is dat onderwijs dat hebben de mensen gekregen. Het Nederlandse onderwijs. Geen enkel ander onderwijs. Geen Surinaams onderwijs. Nederlandse onderwijs. Dus de kinderen moesten alles wat men in Holland leerde, moesten ze ook leren. Dus ze moesten ook zeggen, de Rijn ontspringt in Zwitserland op de gletsjer van de Sint-Gotthard. En komt bij Lobwit in ons land. En ons land wordt begrensd in het oosten door Duitsland. En de noorden door de Waddenzee en zo. En ze moesten ook gedichtjes opzeggen van sneeuw, sneeuw, overal sneeuw. Het handje op de toren is wit als een meeuw. Dat is generaties lang nog doorgegaan. En die taal, dat Neger-Engels, dat mocht absoluut niet in de school komen. Ach, alle Surinaamse kinderen hebben
altijd strafwerk moeten maken. Ik mag geen neger Engels spreken in de school. 100 keer opschrijven. Die schoolplicht, de Hindoestanen bleven in Suriname, gingen niet terug. Die schoolplicht geldt ook voor de Hindoestaanse kinderen. En die moesten naar precies diezelfde scholen gaan. En die moesten precies datzelfde Nederlandse onderwijs krijgen. En zo hebben al die kinderen in Suriname dit onderwijs gekregen. En deze, op deze scholen gezeten. En daardoor is eigenlijk het onderwijs een geweldige integratiefactor geworden. Want alle kinderen moesten naar school gaan. En alle kinderen zaten met elkaar op school. Op diezelfde school. En al die kinderen konden maar in één taal met elkaar praten. En dat heeft de integratie geweldig bevorderd. En daarom, nu zijn we zoveel 100 jaar later verder. En het Nederlands is van de moedertaal geworden van eigenlijk van de grootste groep. Hindoestanen zijn nog lang Hindoestaans thuis blijven praten. Maar ja, die kinderen gingen ook naar school, dus het Nederlands werd hun eerste taal. Javanen, hetzelfde. Het Nederlands werd hun eerste taal. Dus zo is het Nederlands in Suriname de taal van Suriname geworden. En natuurlijk is het niet 100% hetzelfde als het Nederlands van Nederland, een Surinaamse variant. Maar Suriname is wel een Nederlands sprekend land, ja, geworden in de loop van de tijd, op deze manier. De groepen zijn niet gescheiden gebleven. Al heeft Holland dat geprobeerd. De koloniale overheid heeft het geprobeerd. Maar het is niet zo gebleven. Hè? En nu is de samenleving van Suriname een heel andere. We zijn onafhankelijk geworden in 1975. Dit is het plaatje van de dag van de onafhankelijkheid, waarop de schoolkinderen vormen de vlag van Suriname, de nieuwe vlag van Suriname. Ja, mag ik het volgende plaatje zien? Dit is het straatbeeld van Suriname. Hè? En, volgende plaatje. Natuurlijk zijn er nog. Maar die groepen, die zijn wel, ze zijn heel erg, kijk, waarom is het niet gelukt om ze gescheiden te houden? En het is maar een kleine groep mensen, het is niet zo'n grote gemeenschap. Dus ze hebben elkaar op allerlei manieren nodig. In de scholen zijn de kinderen samen, op het werk zijn de mensen samen. En natuurlijk ontstonden er ook een heleboel relaties samen. Er is geen enkele groep in Suriname groter dan 50%. Nee, alle groepen zijn kleiner dan 50%. Dus er is geen overheersende groep. Het zijn allemaal, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het waren allemaal minorities naast elkaar. En allemaal verschillende godsdiensten, allemaal verschillende culturen, allemaal verschillende tradities. Engeland had geëist dat de Hindoestanen hun eigen cultuur mochten behouden. Dat mochten ze ook, dat hadden ze ook. En dat heeft gemaakt, want dat de Creoolse cultuur ook is gaan bloeien. Want die Creolen zagen, de witte mensen keken erg neer hoor, op alles wat te maken had met van negers en Creolen. Er werd heel erg negatief over gesproken. Het mocht niet, het was niet goed, het was slecht. Maar toen die Creolen zagen, die Hindoestanen mogen wel hun cultuur behouden. En op de sociale ladder waren de eerste Hindoestanen natuurlijk lager dan die Creolen. Huh? Want zij deden nou het werk op de plantages. Maar ze mochten wel hun cultuur hebben en hun tradities hebben. En die Creolen gingen toen zeggen, ja, maar wij hebben ook onze eigen Creolen. We hebben ook onze cultuur, we hebben ook onze tradities. Nou, dat gingen ze ook duidelijk laten zien. Hè? De Hindoestanen mochten hun religie behouden. Wel, alle anderen mogen ook hun religie behouden. Dus wat is er gebeurd in Suriname? Al die religieën zijn gebleven naast elkaar. En dat is in Suriname zo. Je zag zo net het plaatje van de kathedraal.
Hier hebben we de Joodse synagoge vlak naast de moskee. In Suriname is dat mogelijk. En in Suriname doen ze ook een heleboel dingen samen. Als de Joden een feestdag hebben, mogen ze hun auto parkeren bij de moskee. En als de Joden iets hebben en ze mogen het licht niet uitdoen, gaan de mensen van de moskee gaan het licht voor ze uitdoen. Hè? Als dat andere plaatje was de Hindoe-tempel. Een van de regeringen, dat was nog voordat we onafhankelijk waren, een van die Surinaamse regeringen, want in 1948 hebben we zelfbestuur gekregen. Toen is er besloten, alle godsdiensten zijn even gelijkwaardig, alle culturen zijn gelijkwaardig, alle religieën zijn gelijkwaardig. En van alle religieuze feestdagen zijn in Suriname nationale feestdagen. Dus alle mensen in Suriname vieren kerst, maar ze vieren ook Holi Pagwa en ze vieren ook Diwali. Alle godsdiensten zijn op hetzelfde niveau, alle culturen zijn op hetzelfde niveau en alle grote religieuze feestdagen zijn nationale feestdagen in Suriname. Nou, ik wil nog, dit is een Chinese feestdag, hè, die ook een nationale feestdag is. Volgende, de Hindoestaanse feestdag, allemaal. Dit zijn Indianen, de Indianen hebben ook hun feestdag, de nationale feestdag. Is ook voor iedereen toegankelijk. Volgende, van de Marons ook. Hè? Van alle groepen is de... Zijn de nationale een feestdag, nationale feestdagen. En nu wil ik eventjes, en dit is een mooi plaatje. Kijk, ook in Suriname, dat had de Hollandse nog vanaf toen we een kolonie waren. Er moeten volkstellingen zijn. Hè? En bij de volkstellingen moest iedereen zijn etnische groep invullen. Maar ja, groepen zijn niet gescheiden gebleven. Dus... Welke etnische groep moet je invullen? Dat werd een probleem voor een heleboel mensen hoor. Want wat moet je invullen? Als je ene grootvader is een Schot en je andere grootvader is een Chinees en je ene grootmoeder is een Hindoestaan en je andere grootmoeder is een Creoolse vrouw, wat ben jij dan zelf? Dus de mensen wisten niet wat ze moesten invullen. Nou, schrijf je Creool, maar eigenlijk ben je ook geen Creool. Wat ben je dan? Maar ja, uit armoede schreef men maar Creool. Maar 10 jaar geleden heeft men in Suriname een nieuwe groep op de volkstelling ingevuld. En dat is gemengd. En dat schrijven mensen dus nu. Wat ben je? Gemengd. Hè? Maar ik moet nog even iets vertellen, want ik zal de verbinding leggen tussen Black Lives Matter en slavernij. Dat heb ik nog niet verteld. Kijk, slaven, zwarte mensen, zijn onmenselijk. Hun menselijke eigenschappen zijn van ze afgenomen. Ja? Dat is het wezenlijke van die slavernij van toen. Ze kunnen niet denken, ze hebben geen intelligentie, ze kunnen niet voelen, allerlei dingen. Ze zijn, de zwarte is eigenlijk geen mens. Slavernij is afgeschaft in 1863. Maar deze gedachte, dat mensen met een donkere huidskleur eigenlijk mindere mensen zijn, dat is niet weggegaan uit de hoofden van die witte mensen. Dat speelt nog steeds een rol. Hè? Er zijn zelfs rassentheorieën ontstaan in die tijd. Met een hiërarchie. Met bovenaan het witte of het blanke ras superieur. Hè? En helemaal onderaan bungelde bij die hiërarchie, bungelde de neger of het zwarte ras. En de slavernij is afgeschaft, maar de gedachte dat witte mensen, mensen met een witte huidskleur, superieur zijn. En dat mensen met een donkere huidskleur,
minderwaardig zijn, dat die gedachte is niet afgeschaft. En dat bedoelen die mensen. En wanneer die mensen met een donkere huidskleur zeggen, ze voelen nog steeds de pijn van de slavernij, dit bedoelen ze. Nog steeds ervaren ze dat ze niet gelijkwaardig worden behandeld. Dat er andere maatstaven zijn om witte mensen te beoordelen en te behandelen dan gekleurde mensen te behandelen. Iemand zegt, hoe zit het met de Arabische landen? Die waren ook slavenhandelaar. Ja, Arabische, heel veel Arabieren waren de mensen die Afrikanen lieten pakken, roven, stelen. En ze verkochten aan Europeanen, aan Europese slavenhandelaren. Heel vaak is dat door Arabieren gebeurd. Maar soms ook door eigen Afrikaanse stammen, hoor. Als een Afrikaanse stam gevochten had en dan werd heel vaak de overwinnaar maakte de verliezer vaak tot slaven. En die werden dan verkocht aan slavenhandelaren. Ja. Speelde Portugal ook een rol in de slavenhandel tussen Nederland en Suriname? Nee. En de film heeft je op het verkeerde been gezet. Want in de film, ja jammer, in de film zag je een Portugees slavenschip. Want die man sprak Portugees. Nee hoor. In Suriname kwamen alleen Hollandse slavenschepen. Alleen Hollanders mochten slaven brengen naar Suriname. Geen andere mensen, geen andere volkeren. Ja. Wat waren relevante verschillen tussen de omstandigheden van slaven in Noord-Amerika? Ja, dat heb ik al verteld. Slaven in Noord-Amerika moesten, bijvoorbeeld een belangrijk verschil. Slaven moesten Engels spreken. Ze kregen ook een soort kleren aan als de Europeaan. In Suriname niet. In Suriname mochten slaven geen Nederlands spreken. Ze mochten zich ook nooit Europees kleden. Dus in Amerika konden rijke mensen slaven in mooie kleuren, in livrei stoppen en dat soort dingen. En met mooie schoenen aan, maar niet in Suriname. Slaven mochten nooit schoenen dragen. Ja, dit was een vraag. Kan je stellen dat bijvoorbeeld slaven in Noord-Amerika beter waren dan slaven in Suriname? Of kun je dat niet stellen? Het hangt er vanaf, want er waren in Suriname ook wel slaven-eigenaren die goed waren voor hun slaven. In Paramaribo zeker. In Paramaribo hadden mensen soms, één gezin had soms 30 slaven. Nou ja, als je met 30 mensen voor één gezin moet zorgen, nou dan hoef je dat toch echt niet hard te werken hoor. Nee toch? Hoe hard ga je werken? Nee, dat kan, hè. Dus, en er waren ook plantages in Suriname die goed waren, waar de mensen goed waren voor hun slaven. Bijvoorbeeld, de plantage Alkmaar was van in de tijd dat Stedman hier was, in 1775 zo, was van meneer en mevrouw Godefroy. En mevrouw, de slaven noemden die plantage Godefroy, slavenuitspraak, goede vrouw, maar die vrouw was ook werkelijk een goede vrouw. Die vrouw was heel erg lief voor de slaven. Ze werkte wel, maar ze werden goed behandeld. En die slaven zeiden zelf altijd, dit is onze goede vrouw. Goede betekent ook schat, hè, lieverd. Dit is onze goede vrouw, want zij was wel goed voor haar slaven. En juist omdat ze zo goed was, werkte ze natuurlijk ook goed voor haar. Ja. En nou nog een vraag. Hoe was de alledaagse interactie tussen Hollanders en de Afrikaanse en Suriname? Ja. Als ze slaven waren, ja.
er zal niet veel interactie geweest zijn. Alleen natuurlijk op de plantages waar er veel slaven waren, er waren opzichters. En sommige van dus die militairen die 3 of 5 jaar gediend hadden en die het overleefd hadden, die konden blijven in Suriname en die konden opzichter worden op een plantage. En die was dan de schakel tussen de slavenmeester en de slaven. De opzichters hadden het voor het zeggen. En er was nauwelijks interactie tussen slavenmeester en slaaf op een plantage hoor. Niet veel. Was er voortdurend vijandschap en wantrouwen tussen beide groepen? Die Hollanders of die meesters, ja, dat was dus nauwelijks een groep op de plantage. Dat waren 1 of 2 mensen. En natuurlijk was er wantrouwen. Er was verschrikkelijk veel wantrouwen. Hè? Werden de Afrikaanse slaven constant minderwaardig behandeld door Hollanders? Ja, altijd. Altijd. Ja, zijn er ook voorbeelden bekend van vriendschap, wederzijds respect en gelijkwaardigheid? Ja, zeker. Ja? Als een, laten we zeggen, zo'n opzichter op een plantage, ja, heeft een mooi slavenmeisje gezien en hij wil dat slavenmeisje hebben als zijn vrouw, of misschien niet eens als zijn vrouw, maar hij begint iets met haar. Ja, dan zal er... Er zijn veel vormen van liefde en vriendschap geweest. Gelijkwaardigheid denk ik niet hoor. Gelijkwaardigheid niet. Maar er kunnen natuurlijk wel degelijk liefdevolle verhoudingen zijn geweest. Zeker, zeker. En zeker als zo'n man een mulatin als zijn vrouw had. Ja, zal hij het met respect behandeld hebben. Ja. Daarvan zijn er heel veel voorbeelden. Heel veel voorbeelden. Want op een gegeven moment, in het midden van de 18e eeuw en in de loop van de 18e eeuw naar het einde toe, hadden eigenlijk, even om je dit voorbeeld te geven. Zoveel van die witte mannen hadden een zwarte vrouw, een gekleurde vrouw. De koloniale overheid hield niet van dat ding. Ze hielden niet ervan. En op 24 december schrijft gouverneur Mauritius, kijk, alle gouverneurs moesten een journaal bijhouden over wat er in de kolonie gebeurde. Nou, gouverneur Mauritius is een hele bekende gouverneur geweest, 1742 tot 1751. Op 24 december 1746, hij schreef altijd in zijn journaal hoor, want hij was zelf een schrijver, hij liet niet de secretaris schrijven, hij schreef zelf. En op 24 december 1746 schrijft hij in zijn dagboek in het journaal. Alles in de kolonie is prachtig. Paramaribo gaat met grote schreden vooruit. De hele kolonie gaat vooruit. Er zijn elke dag meer plantages. Alles is prachtig. Keurig. Goed, heel goed. 1 ding maar blijft hem hinderen. Wat is dat? Dat is het feit dat die blanke mannen blijven samen hokken met die zwarte heidinnen. En dan schrijft hij nog erbij, zelfs de leden van de raden van politie maken zich hieraan schuldig. De leden van de raden van politie is het hoogste gezag in Suriname, de hoogste witte mensen. Maar ook die hadden een zwarte vrouw. Ja? Dus, dat gebeurde al door. En er zijn een heleboel voorbeelden bekend van zwarte mannen, witte mannen en zwarte vrouw. Ja, heel veel. En dat heeft natuurlijk gemaakt dat er zoveel kleurlingen zijn ontstaan. Ja. Maar natuurlijk was er altijd wel een wantrouwen tussen Afrikaanse, de slaven zelf en de meesters. Natuurlijk was er altijd een wantrouwen. Dat kan haast niet anders. Ja. Was er sprake van ruimtelijke segregatie gedurende de slaventijd in Suriname? Ja. Ja. De slaven op de plantages woonden in het slavendorp. De meester woonde in het grote plantagehuis. Hè? Blanke Hollanders en zwarte slaven leefden absoluut gescheiden. Er was absoluut gescheiden. Er was zelfs een wet
dat als slaven vrij werden, dan mochten ze niet meer bij slaven wonen. Dus niet alleen. Ook zwarte vrije mochten niet bij slaven wonen. Ja? En de slaven, de slaven woonden op de plantage. Plantageslaven woonden op de plantages. Stadsslaven, die woonden op die erven van die huizen. Er waren toen nog geen districten hoor. Want iemand vraagt, woonden slaven voornamelijk in de districten? Nee, er waren toen nog geen districten. Districten zijn pas gemaakt na de afschaffing van de slavernij. Toen zijn districten gemaakt. Slaven woonden. Dus de plantages waren langs rivieren. Op de plantages woont de slavenmeester of de plantage-eigenaar woont in het grote plantagehuis. Later niet meer. Dan blijft het grote plantagehuis, blijft wel voor de plantage-eigenaar bestemd. En hij woont in de stad in zijn grote huis. En dan is er het directeurshuis, daar woont de directeur. De directeur moet meestal een ongetrouwde man zijn. Dus die woont in het directeurshuis. En die neemt een mooie slavin als zijn huishoudster. En hij woont met haar daar. Hè? En de slaven wonen in het slavendorp. Ja, dat was mijn vraag. En hier verder. Hoe kan het dan zo zijn dat in volgende tijd, dus je ziet dat de Afrikaanse afstammelingen de Creole voornamelijk naar Paramaribo gaan, dus later ja. Nu ook. En dat die staan, Javanen, etc. In die buitengebieden blijven, als Saramaka, ja, Marowijn, Kommerwijn. Nadat de slaven nog 10 jaar op de plantages hebben moeten werken, toen ze dus niet meer op de plantages hoefden te werken, is er een geweldige trek naar de stad gekomen. Huh, enorm trek. En Paramaribo is ook inderdaad enorm veel groter geworden. He, men moest allerlei dingen gaan doen om de mensen te zorgen dat de mensen huizen konden bouwen en konden wonen. Hele grote trek naar Paramaribo. De mensen zijn naar Paramaribo getrokken. Op de plantages zijn Hindustanen gaan werken. Na 5 jaar, degenen die bleven, die kregen een stuk 2 hectare grond. En waar kregen ze dat? Op oude verlaten plantages, maar ook in die nieuwe gebieden die men ging ontginnen. En dat zijn, zoals bijvoorbeeld in Saramaka, hè? Daar kregen ze 2 hectare grond. En mochten ze iets voor zichzelf gaan beginnen. Hè? En Javanen, die heeft men niet per persoon 2 hectare grond gegeven, maar die heeft men naar Indisch model, dat wat zij kenden, die kregen gezamenlijk een groot terrein, kampong, en zoveel kampongs maakten samen een desa, daar woonden zij. En dat gebeurde in de districten waar die plantages waren, waar zij hadden gewerkt. En zo zijn die districten ontstaan, met bijvoorbeeld voornamelijk in Saramaka, een heleboel Hindustanen, omdat die Hindustanen daar allemaal 2 hectare hebben gekregen. En zie je bijvoorbeeld ook in die vroege 20e eeuw, eind 19e eeuw, dat Hindustanen en Creolen zich gaan mengen? Hebben? Dat dus de Hindustanen en de Creolen eind 19e eeuw, begin 20e eeuw zich gaan mengen? Of is daar ook een duidelijke scheiding tussen? De koloniale overheid wilde de groepen gescheiden houden. Maar ja, er zijn toch wel vermengingen gebeurd, toch? Hoor, vanaf het begin dat Hindustanen zijn gekomen. De Hindustanen deden dat heel vaak niet uit zichzelf, hoor. Maar het is toch gebeurd. Dat er, en om te zorgen dus dat ze met elkaar trouwden. Ze kenden dat systeem van uithuwelijken. Maar toch is het gebeurd dat Hindustanen met Creolen zijn getrouwd. Of met Hindustanen zijn getrouwd. En de Creolen waren wellicht door de omstandigheden iets verder qua ontwikkeling, want die waren al juristen, et cetera. Ja, de Creolen waren verder in ontwikkeling, omdat zij die voorsprong hadden. Dat ze het Nederlands leerden en het Nederlands kenden. En op school
eerder naar school zijn gegaan dan de Hindustanen. Dus in het begin, ja, waren de Creolen natuurlijk in de, qua ontwikkeling, ja, in de, hadden, die waren meer ontwikkeld, zij waren in het voordeel. Maar een heleboel Creolen, ja, als, toen ze eenmaal mochten leren en iets worden, zijn een heleboel natuurlijk onderwijzer geworden. Wat kon je worden in Suriname? Onderwijzer, dominee, praktizijn, dat is een soort jurist. Hè? Dus die zijn allemaal onderwijzers geworden. En de leerplicht, de schoolplicht, gold ook voor de kinderen van Hindustanen die in de districten woonden. En het zijn vooral Creoolse onderwijzers geweest die naar de districten moesten gaan en die daar de kinderen onderwijs hebben gegeven. En zodra die Hindustaan zelf een beetje vooruit was gekomen, wilde die ook hebben dat zijn kind ook ontwikkeld moest worden. Dus die gingen ook proberen om hun kind meer ontwikkeling te geven. Dus soms probeerden ze hun kind in de stad op school te krijgen, maar Hindustanen hebben heel erg hun best gedaan om hun kinderen ook qua ontwikkeling vooruit te brengen. En dat is ook gelukt. Ja. Klopt het dat uw eigen overgrootmoeder met het eerste schip, ja, de Lalaroek, naar Suriname is gekomen? Ja, dat klopt helemaal. En ze was dus nog een kind. En eigenlijk, ze heette niet officieel, ze heette niet Dumpetea, ze heette Danarea. Maar de zusje heette Dumpetea en het zusje is doodgegaan op de boot. En toen heeft men de verkeerde naam doorgestreept. Daarom moest ze met de naam Danarea doorgaan. De zoon was mijn grootvader. Maar zij dus dat meisje, dus die ouders hebben het eerste kind gekregen in Suriname. Het eerste kind van Hindustanen dat geboren is van deze mensen, van haar ouders. Maar dat kind is dood gegaan. En deze mensen zijn dus naar plantage Hoiland gestuurd. En binnen 3 maanden was eerst de moeder dood en dan de vader dood. En die vader was binnen 6 maanden dood. En toen was ze dus over met een broertje, dat jonger was. Zij was 8 en dat broertje was 4. En toen zijn ze in huis gekomen bij de plantagedirecteur. En de plantagedirecteur, dat waren Engelse mensen. En de plantagedirecteur, dus ze had weinig contact met Hindustanen verder. En de plantagedirecteur die ging weg. Toen ze 14 jaar was, na een paar jaar, die ging naar Guyana. En toen heeft de plantagedirecteur deze 2 kinderen in de stad aan de administrateur gegeven. Dus ze kwam bij de administrateur in huis. En ze was toen 14 en daar werd ze het kindermeisje. En die administrateur, die ging over, had meerdere plantages van Engelse mensen onder zijn beheer. Plantages in Ikeri, hè? Nursery en Waterloo en zo, die vielen onder deze administrateur. En in die tijd kregen al die plantages machines. En die machines kwamen uit Japan. Dus ze gingen over, ze gingen over van suikerplantage naar suikerfabriek eigenlijk, hè? En machines die kwamen uit Japan en er kwam een Japanner mee om de mechanic man, iemand hier, op te leiden om die machines in elkaar te zetten en ook vooral voor het onderhoud van die machines. En de mechanic man van deze administrateur van deze plantages in Ikeri, de mechanic man was Charles Ferrier. Charles Ferrier. En Charles Ferrier was kind van een Schot en Creoolse vrouw. Hè? Charles Ferrier. En hij was de mechanic man.
En hij was dus heel vaak bij die administrateur, kwam hij om zijn instructies te halen van welke plantage hij nou weer moet gaan en zo. En hij heeft toen met haar een kind gekregen. En dat kind is mijn grootvader. Begreep je? Dus vandaar. Cynthia? Ja. Is er nog een vraag? We hebben nog kan, we hebben nog volgens mij plek voor één laatste vraag nog. Misschien over Jodendamse geloof en volle. Waarom wordt over Joden gesproken en niet zoals bij andere Engelse, Hollanders, Portugese, Denen? Jodendom? Nou, want Jodendom is toch een volk? Joden noemen zich een volk, toch? Waarom wordt over Joden gesproken en niet zoals bij andere Engelse, Hollanders, Portugese, Denen? Die vraag niet hoor, maar goed. In hoeverre werkt de oorspronkelijke christelijke ideologie van minderwaardigheid van gekleurde niet-witte mensen nog door in de huidige Europese samenleving? Ja! En ik wil niet zeggen dat het een christelijke ideologie is, want het is geen christelijke ideologie. Natuurlijk niet. Het is een theorie die men heeft gemaakt om slavernij acceptabel te maken. Ik denk niet dat het een christelijke ideologie is. Hè? Waar minderwaardigheid van gekleurde mensen. Nee, het is geen christelijke ideologie. De christelijke ideologie is naastenliefde. Dat is de christelijke ideologie. Ze hebben de christelijke ideologie eigenlijk iets buiten de christelijke ideologie gemaakt. Hè? Want het zit niet in de christelijke ideologie, toch? Maar zit het nog wel in de hoofden van de mensen? Het zit in de hoofden van die witte mensen. Daar zit het. Hè? En niet alleen in Amerika, zoals men soms denkt. Nee, vroeger waren er geen gekleurde mensen in Europa, of niet veel, maar nu wel. En ook vooral in de huidige Europese samenlevingen is dit er nog steeds, ja. Mensen met een donkere huidskleur zijn minderwaardig, zijn niet gelijkwaardig aan witte mensen. Witte mensen, dat is het. Die zijn superieur. En als je dat gaat vragen aan mensen, iedereen gaat tegen je zeggen, nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik nooit. Niemand discrimineert. Niemand. Niemand gaat zeggen dat hij dat doet. Maar in de praktijk van de dag zie je dat. Kijk maar, als mensen solliciteren. Als Jan de Boer solliciteert, krijgt hij die job. Als Mohammed Ali solliciteert, krijgt hij die job niet. Hè? Als een huis te huur staat, hè? En als meneer De Vries dat huis wil huren, is het te huur. Maar als meneer Abu Dhabi dat huis wil huren, dan gaat hij het niet kunnen krijgen. Hè? Op die manier. Dus niemand discrimineert, maar dat is de praktijk van elke dag. En dat bedoelen die mensen van Black Lives Matter nou. Zij ervaren nog steeds elke dag dat ze niet een gelijkwaardige behandeling kregen. Wat is het belangrijkste dat we daar aan zouden moeten doen volgens u? Wat het belangrijkste is? Wat we daar aan zouden moeten doen? Dat mensen zich dat bewust moeten worden, meneer. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik ga het toch zeggen. Jullie hebben allemaal te maken nu met dat wat je nu meemaakt. Ik zie ook het Nederlands nieuws hier elke dag. Die belasting, kindertoeslagaffaire. En ik zie die mensen, ik heb gevolgd hoe die mensen van de Belastingdienst, hoe mensen gehoord zijn. En hoe al die mensen, die Belastingdienstambtenaren, hoe ze vol overtuiging zeggen. Ja, niemand weet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Niemand weet hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dan wil ik bijna voor ze schreeuwen. Maar ik weet wel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hè? Het is gewoon geïnstitutionaliseerd bijna. Als je daar bij de belastingen werkt,
Dan moet je goed opletten. Misschien hebben ze dit als instructie gekregen, hoor. Ik weet het niet. Ik zal niet zeggen, ze hebben het als instructie gekregen. Maar ik zeg dit wel. Het zou me niets verbazen als de instructies voor de belastingdienstambtenaren heeft geluid. Let vooral op mensen met een buitenlandse naam en mensen met een allochtone achtergrond. Want zij zijn degene die frauderen. Dat klopt. Denkt u niet? Dat klopt. Etnisch profileren noemen we dat in Nederland. Hè? En wat zegt u? Dat is etnisch profileren in Nederland. Dat zie je dagelijks gebeuren, niet alleen bij de Belastingdienst, maar ook bij de politie bijvoorbeeld. Hè? Ja. 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 Maar daar heb ik ook een Suriname meegemaakt met de Surinaamse politie die mij aanhield, hoor, omdat ik in een auto reed. Dus het is overal... Heeft hij streng behandeld? Ja. Ja. Ja, geld te verdienen, denk ik. Omdat hij het was. Ja. Heeft hij extra streng behandeld? Ja. Nee, maar het is een... Kijk, u heeft volledig gelijk. Er is sprake van een gevoel van meerderwaardigheid van de blanke ten opzichte van de zwarte. Want zo wordt het ervaren door de hele beweging van Black Lives Matter. Dat heeft een oorspronkelijke geschiedskundige oorzaak natuurlijk. Niet goed te praten. En dat zie je in Nederland terug in het etnisch profileren wat allerlei overheidsdiensten doen. Ja. Ja. Helaas, zeg ik dan maar. En kijk, en dit bedoelen die mensen nou wanneer ze zeggen... Ze voelen nog steeds de pijn van de slavernij. Ze bedoelen niet dat ze zweepslagen voelen die hun net overgrootvader heeft gehad. Dat kan niet. Dat kan je ook niet voelen. Maar dit bedoelen ze. Ja. Dat 150 jaar later moet je nog steeds ervaren dat je niet gelijkwaardig behandeld wordt. Vooral in Amerika ook. Maar ook dat heeft natuurlijk een geschiedkundige oorzaak. We moeten niet vergeten dat de tijd van toen is niet de tijd van nu. Nee. En slavernij is een toen algeheel voorkomend iets. Hè. De Afrikaanse stammenoorlogen die brachten de mensen uit Afrika door naar de Engelsen, naar de Nederlanders toen. En die brachten ze over zee. Is niet goed te praten, maar het is wel een algemeen gebruik van toen. Ja, en ik zeg ook elke keer, je moet ook niet zo... Wij van vandaag, je moet niet zo veroordelen. Nee, want klopt. Reken maar, wij doen ook dingen nu die men over 200 jaar zal niet goed vindt en zal veroordelen. Kijk maar wat er nu gebeurt met het klimaat bijvoorbeeld. Ja. Hè? Klopt. Over 200 jaar zal men ook over ons praten als, oh, kijk wat die mensen toen gedaan hebben. Ja. Ja? Dus... Het hoorde bij die tijd. Hè? Het was niet goed, het hoorde bij die tijd. Ik heb in de vergaderchat, maar voor de geïnteresseerden, heb ik een titel van een boekje gezet. Dat is De geschiedenis van de slavenhandel van P.C. Emmer. Dat schijnt het werk te zijn. Als je dat boek leest, dan gaat er echt een oog voor je open. Dus dat, Maar meneer Emmer zelf zegt elke keer... Ja, meneer Emmer zelf zegt... dat er een heleboel indianenverhalen de ronde doen over slavernij. En dan gaat hij vertellen hoe het wel is. En dan lees ik wat meneer Emmer zelf heeft geschreven. Dan denk ik bij mezelf, dit overtreft elk indianenverhaal. Dat is waar. Ja. Maar goed. Ja, ja. Cynthia. Heeft u nog wat te vragen? Het heeft langer geduurd dan we van plan waren. Ja, nou, ik vond het fantastisch. Ik heb genoten. Ik heb de vragen nog even doorgespeeld. Er waren veel vragen en veel enthousiasme van het publiek online. Dankjewel iedereen om zo mee te genieten. En u krijgt heel veel complimentjes online. Fantastisch. Wat een eer. Wat een eer. In de toekomst ga ik ook weer zo'n lezing houden over Elisabeth Samson, want we zijn bezig met Elisabeth Samson Huis. En ik wil heel graag een lezing hebben over Elisabeth en vertellen hierover, maar dat is voor de toekomst. Fantastisch. Ja. Heel erg. Ik ben blij dat het gelukt is met dit
apparaat en dit systeem. Ja, het is wat moeite gekost, maar we hebben genoten. En ook namens de team van ons bij de BIEB in Zoetermeer, hartstikke bedankt. En nou, grand tangi, dankie. Okay. Hartstikke bedankt. Alle mensen dankjewel. Die gevolgd hebben, tot de volgende keer. Dank u wel. Dank u wel. Okay. Tot ziens. Dag allemaal. Ik hoef niet te zeggen wel thuis, want u bent al thuis. Maar ik zeg wel, blijf thuis. Dank u. Ja. Dank u. Ja. Oké. Okay. Dag. 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 Dag.